wij vinden bommen hier die op 40, 50 centimeter diepte liggen. Maar we vinden ook bommen die op, zeg, 4 meter liggen. Het is een meter of 50, 60 hoogte wel. Kijk, kijk daar zien ze gaan. Achter de, over de heuvelrug. Hup, die komen ze dichterbij. Het water hier van het IJsselmeer kan een bedreiging vormen voor West-Overijssel. Dat is tenminste de mening van waterstaatdeskundigen. En ze vinden dan ook dat er een dure keersluis gebouwd moet worden om het westen van Overijssel te beschermen tegen overstromingen. Het is een ingrijpend plan waar lang niet iedereen gelukkig mee is. De afgelopen weken is er een voorlichtingscampagne geweest en binnenkort start er een inspraakronde waar iedereen zijn of haar zegje kan doen over die plannen. Thijs Seida peilde de meningen en de waterstand. Hoogwater in de Overijsselse Vecht. Om het achterland tegen overstroming te beschermen, bestaan nu plannen voor ingrijpende waterbouwkundige werken. Volgens deskundigen wordt West-Overijssel van twee kanten bedreigd door hoogwater. Dat gevaar kan ontstaan door hoge waterstand in de rivieren IJssel en Vecht en door water dat door storm wordt opgestuwd vanuit het IJsselmeer. Zelfs Zwolle zou dan gevaar lopen omdat de stadsgrachten in open verbinding staan met het IJsselmeer. De voorkeur bij de beschermingsplannen gaat uit naar de bouw van een grote keersluis bij Ramspol, gecombineerd met een beperkte dijkverhoging. Dat kost slechts 200 miljoen gulden. De centrale vraag blijft, hoe kan u eigenlijk een grotendeels ingepolderd IJsselmeer West-Overijssel bedreigen? Juist die inpoldering van het IJsselmeer, dat is het gevaar. Het IJsselmeer is veel kleiner geworden en het moet als buffer functioneren voor de rivieren en de gemaal die erop uitslaan. En doordat het kleiner is geworden, stijgen de pijlen sneller als vroeger. En de wind die jaagt het dan verderop richting West-Overijssel. En dat is eigenlijk de kern van het probleem. En de tweede is de aanvoer van de rivieren zelf. Die maar water blijven aanvoeren op het IJsselmeer. Dus we zitten hier tussen twee vuren in? Tussen twee vuren in. Het aanvoer vanuit de rivieren en eigenlijk het vullen van het IJsselmeer en het opjagen door een west-noordwesterstorm. Hebt u toch niet vaak dat leken u een beetje vreemd aankijken en zeggen dat is een raar verhaal? Dat is voor ons een hele bekende vraag en ook een hele legale vraag, omdat men het gevaar eigenlijk wat onderkent. Het is een nieuw gebied, een relatief nieuw gebied. En de verschijnselen die we dus eigenlijk theoretisch benaderd hebben, die heeft men in de praktijk nog maar weinig kunnen waarnemen. En dat maakt het ongeloofwaardig. Ja. U heeft geen voorbeelden uit het verleden? Nee, we hebben wel een aantal stormen gehad die een bijna gevaar te zien gaven, maar nog niet de calamiteiten waarvoor we de keersluis bouwen. Ja. Het is dus een theoretisch verhaal tot nu toe? Tot nu toe is het een theoretisch verhaal, maar wel onderbouwd vanuit de praktijk. Ja. Hoe groot is dat gevaar nu echt? Hè? Moeten we zeggen, er gaan mensen verdrinken of die komen op zolder terecht. Hoe groot is het gevaar? Nee, dat mensen verdrinken, dat schatten we niet in. Het is vollopen van polders, maar niet zo extreem als dat we in 1953 gezien hebben. Het is een gevaar voor goed, voor het economisch goed wat in die polders ontstaan is in de afgelopen tientallen jaren. Ja. Dus economisch goed en natte voeten? En natte voeten, ja. Ja. U slaapt dus niet met zandzakken onder het bed? Nee hoor. Als de plannen doorgaan, betekent het onder andere dat in dit buitendijkse natuurgebied bij Zwolle de waterstand veel gelijkmatiger zal worden. De afwisseling tussen hoog en laag water wordt dan minder. En dat betekent dat een hele groep planten, met als topje van de ijsberg de zeldzame kievitsbloem, wordt bedreigd. En daardoor verliezen weer bepaalde dieren en vogels hun leefgebied. Dat zijn bijvoorbeeld kemphaan, grutto, tureluur. Die vogels die hebben belang bij dit soort gebieden. Ja. En dat zijn zeldzame beesten? Dat zijn hele zeldzame beesten. Vandaar ook de naam kritische weidevogels. Ja, ja. En dan wat de beplanting betreft valt hier nog wel eens de naam kievitsbloem, hè? Ja, dat klopt. En misschien zeg je wel weer die kievitsbloem. Maar kievitsbloem is een kensoort van dit soort gebieden. Dat betekent dat het eigenlijk een topje van de ijsberg is.
En dat het op een gegeven moment een hoeveelheid plantensoort, dus een vegetatie, hangt daaraan vast. Dus het is niet alleen de kievitsbloem, het is veel en veel meer. Ja, dus als die kievitsbloem er is, is het een rijk, zeldzaam gebied. Ja, zo kun je het wel stellen. En het is een zeer rijk gebied dus aan zijn botanische waarde. En nou, om een illustratie te geven, als je dit soort zaken nog meer wilt zien in Europa, dan moet je helemaal naar de Elbe en de Loire toe om dus een dergelijke vegetatie nog weer te vinden. Ja. Dus het is wel heel bijzonder, kun je zeggen. Zo dat de afgelopen jaren nou nooit een bepaalde noodtoestand in dit gebied geweest is. Het is natuurlijk niet zo dat er nog helemaal geen dijken zijn. Het gaat erom dat de veiligheid van het gebied, die nu zo is berekend dat eens in de 1250 jaar een overstroming kan plaatsvinden, dat dat 1 op de 2000 jaar wordt. En dat zijn natuurlijk getallen. Dat doet een beetje theoretisch aan. Ja. Er is dus nu geen gevaar voor bewoners, zeg maar. Geen levensgevaar. Nee, absoluut niet. Ik heb dat ook nog eens nagevraagd en toen werd er gezegd van, ik heb gevraagd, gaat het om mensenlevens of krijgen we allemaal natte voeten? En het gaat om het laatste. Dus ik vind het ook eigenlijk een beetje jammer. Ik heb dat in de coördinatiecommissie dijkverbetering ook voorgesteld, dat er een onderzoek naar gedaan zou worden of dat niet te verzekeren is. Dan zou het betekenen dat een hele ingreep in het landschap misschien op een heel creatieve andere manier opgelost zou kunnen worden. Maar daar, dat vond men niet nodig. Dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Meneer Van der Wendt, u weet dat de stuurgroep die bezig geweest is met het opstellen van dit rapport over eventueel dijkverbetering of het tot stand komen van een keersluis bij Ranspol, heeft zijn werkzaamheden afgerond. Dit gaat nu de voorlichting en de inspraak in. Stichting Overijssel zal de inspraak begeleiden en verzorgen. En ik wil u graag daar veel sterkte bij wensen. En u hierbij, dat is wat symbolisch, dit rapport overhandigen. Bedankt. Wij gaan bijeenkomsten beleggen waarin we de mensen vragen om hun visie over de alternatieven die in het rapport staan. We willen zoveel mogelijk mensen erbij betrekken. En als we dat gedaan hebben, al die antwoorden, al die meningen van de mensen bundelen en aan de instanties terugzenden. Van dit is het oordeel van de mensen die hierbij betrokken zijn. En hebt u dan ook enige garantie dat die meningen van die mensen invloed hebben? We hebben geen echte garantie dat die mening invloed heeft. Men heeft ons gevraagd om de inspraak te verzorgen. En ik ga ervan uit dat wij dat niet voor joker doen, maar dat er naar geluisterd zal worden en dat het serieus bedoeld is dat wij inspraak gaan houden. Bij de inspraak gaat het grofweg om twee plannen. Ten eerste een soort totale algemene dijkverhoging. Dat kost ruim 300 miljoen. Of een beperkte dijkverhoging gecombineerd met de bouw van een grote keersluis bij Ramspol. Dat kost ruim 200 miljoen. De voorkeur gaat uit naar deze laatste oplossing. Misschien wel om de prijs, want die ligt zo'n 100 miljoen gulden lager. Wat wij nu uitgewerkt hebben is een aantal varianten. Je kunt kiezen tussen dijkverbeteringen zonder meer. Dat geeft sterke ingrepen in het platteland, ook in het milieu en natuur. Het geeft ook sterke ingrepen in historische stadjes die we hebben, zoals Sluis, Hasselt, maar ook Zwolle. En je kunt kiezen voor een keersluis bij Ramspol met een aanvullende dijkverbetering, maar in veel mindere mate. Ook dat zal schade teweeg brengen, maar wij zijn van mening in mindere mate. U tilt daar niet zo zwaar aan? Dat mag u niet zeggen, maar het is een afweging van bepaalde belangen. En de veiligheidsbelang is natuurlijk ook een groot belang. De mensen in dit gebied voelen niet dat ze in een onveilige plek wonen. En dat is ook niet zo. Hoe komt het dan dat de deskundigen dat wel berekenen? Ja, je kunt het natuurlijk altijd beter maken dan het is. Ik denk dat het daarop neerkomt. En natuurlijk wordt het dan nog weer een stukje veiliger. En ja, daar is best wat voor te zeggen. Maar als je bekijkt wat er dan allemaal voor nadelige effecten kunnen optreden, dan vraag je je toch af of het ook niet op een andere manier zou kunnen.
Wat is dat voor geluid? Dat is een jagende rosse vleermuis. En dat kun je horen met dat ding? Ja, met dit apparaatje. Dat is een vleermuisdetector. Beddetector staat erop. Bed is een vleermuis. En dit apparaatje dat zet de ultrasone geluiden die vleermuizen uitzenden om hun prooi op te sporen. Die zet dit apparaat om in geluiden die wij wel kunnen horen. En daar ga je 's nachts mee op pad? Ja. Dan kun je dus, omdat je nou in één keer die vleermuizen kunt horen, kun je dus gewoon in het pikken donker kun je ze opsporen. En elke vleermuis maakt weer een ander geluid? Elke ja, soort? Ja, wat we nou de laatste jaren ontdekken is dat iedere vleermuissoort, en in Nederland komen er zo'n 19 verschillende soorten voor, dat ieder van die soorten een eigen geluid uitzendt. Wat is dit? Dat is weer die rosse vleermuis. En die vliegt hier ergens, maar je ziet hem niet? Nee, ja, hij vliegt ook heel hoog door de lucht. Het is op een meter of 50, 60 hoogte wel. Kijk. Kijk, daar zie je ze gaan. Laag door de... Over de heuvelrug. Hup, hier komen ze dichterbij. Zie je wel vrij grote hoogte. Terwijl andere soorten bijvoorbeeld vlak boven het water jagen of een paar meter daarboven. Iedere soort heeft zijn eigen hoogte waarop hij jaagt. Is dat diezelfde weer? Dat is weer die rosse vleermuis. Die komt hier terug? Ja. En het geluid dat zendt hij niet alleen uit om prooidieren op te sporen, maar ook om zich te oriënteren in het landschap. Een soort radar. Ja. Een vleermuis, die zeggen we wel eens, die kijkt met zijn oren. Hij zendt geluiden uit en op grond van de echo's die hij ontvangt, hoort hij waar die is, maar hoort hij ook waar prooidieren zijn, waar insecten zijn. Zoals Wouter Helmer op nachtelijke speurtocht in de Ooipolder bij Nijmegen, zijn er in ons land ruim 300 vrijwilligers. Ze helpen de Stichting Vleermuisonderzoek bij het verzamelen van gegevens over deze vliegende zoogdieren. Zo werd ontdekt dat vleermuizen gebruik maken van vaste trekroutes langs bosranden, heggen en houtwallen, omdat die hun echo's weerkaatsen. Als je inleeft in die wereld van die vleermuis, dan kun je ook begrijpen waarom die houtwallen zo belangrijk zijn en wat het eigenlijk betekent op het moment dat houtwallen gerooid worden. Voor vleermuizen is zo'n open, kaal landschap, dat is een landschap waar die in roepen kan wat hij wil, maar er komt geen echo terug. Hij roept een watervleermuis. Dat is een heel klein rateltje. Een heel klein rateltje van een snel passerende vleermuis. Zijn ook kleine vleermuisjes? Ja, heel klein. En dus een vleermuis die in zijn open landschap geen echo's ontvangt, die kan daar verdwalen in die stilte. Zo'n stilte, dat voor iemand die visueel ingesteld is, dat moeilijk voor te stellen. Maar je zou het kunnen vergelijken met een mens die zijn ogen open doet en alleen maar duisternis ziet. Die nacht maken we ook nog een tocht naar de Duivelsberg. En daar ontdekken we iets waar elke vleermuisvolger van droomt. Ja, we zijn hier getuigen van het liefdespel van de rosse vleermuis. Het is zo dat in deze tijd van het jaar de mannelijke vleermuizen vanuit een territoriumboom vrouwtjes lokken. En als het dan zover is, dan vindt in die boom de paring plaats. Dat hoorden we net ook. Ja, we hebben nou zo'n boom gevonden. En zo te horen aan het geluid is het vrouwtje al naar binnen. Want we horen nou wat gekibbel en gepraat in elkaar, zeg maar. En dat wijst erop dat er al meerdere vleermuizen in de boom zitten. Dus naast, behalve het mannetje, ook nog een vrouwtje. Daar kruipt hij. Zie hem kruipen? Dat is het mannetje, die is toch wat geïrriteerd geraakt door het licht. Dan kijk hij ons aan. Ja, Erik, ik heb hier een uitslag. Hoogste punt.
aan de uitslag te zien, denk ik, een scherf. Kijk maar even. Nou, dit is dan typisch een bomscherf van een, dat kan zijn een 500 ponder of een 1000 ponder. Nou, en die liggen hier dus duizenden. En deze is dus van een geëxplodeerde bom, zoals wij dat zeggen. Nog duidelijk zijn van enige hoogte de start- en landingsbanen te zien van een van de grootste vliegvelden die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in West-Europa hebben aangelegd. 1000 hectare groot was dit veld dat vanaf 1941 bij Venlo werd gerealiseerd. 15.000 man bouwden het. Als onderlaag voor de startbanen gebruikten ze puin uit het in 1940 gebombardeerde Rotterdam. Vliegerhorst Venlo diende onder andere om het Ruhrgebied te beschermen tegen geallieerde luchtaanvallen. Daarom waren er vooral nachtjagers gestationeerd. Het Venlose vliegveld werd in de oorlogsjaren talloze malen zwaar gebombardeerd. Eerst alleen 's nachts door de Britten, later ook overdag door de Amerikanen. Niet alle bommenrichters mikten secuur. Herhaaldelijk vielen er ook slachtoffers onder de burgerbevolking. Op 16 maart 1944 werd het vliegveld wel stevig getroffen. Op die dag vloog een cameraman van het Britse bioscoopjournaal mee in een van de bommenwerpers. Het eskader naderde Venlo vanuit het westen, liet ongeveer boven de Maas de bommen los, die vervolgens griezelig over de woonwijken van de stad heen richting vliegveld omlaag stortten. Na de oorlog was het vliegveld één groot kraterlandschap. Hoewel de praktijk leerde dat 10% van de bommen niet ontplofte, mocht het publiek na de oorlog toch zonder restricties vrij over het oude vliegveld rondlopen. Kun je zeggen dat je van geluk mag spreken dat er nooit ongelukken zijn gebeurd? Ja, dat kun je zonder meer stellen. Want wij vinden bommen hier die op 40, 50 centimeter diepte liggen, maar we vinden ook bommen die op, zeg, 4 meter liggen. Dan werd het wel hoog tijd dat er geruimd werd. Ja, zonder meer. Dat kunt u zo wel stellen, ja. De Duitsers legden ook vliegvelden aan, onder andere bij Leeuwarden, Twente, Delen, Woensdrecht, Gilserijen en Eindhoven. Deze worden nog steeds gebruikt, vliegveld Venlo niet. Wel zette de gemeente de Duitse verkeerstoren en een bunker op haar monumentenlijst. Dat er overigens nog veel gevaarlijk spul in de grond moest zitten, was bekend bij de explosieve opruimingsdienst en ook bij de gemeente. Toch was het oude vliegveld geen verboden terrein. Was dat niet lichtvaardig? We hebben ook al die jaren steeds uitvoerig overleg gehad met de EOD. Maar het probleem was dat het zo'n groot project betrof dat in de planning van de EOD ingepast moest kunnen worden. Uiteindelijk bij de aanleg van een weg door dit gebied is het gelukt dat de EOD hier naar Venlo is gekomen om het hele project aan te pakken. Hebben u nu achteraf op grond van de bevindingen hier niet eens achter uw oren gekrapt? Zo van, nou, dat is dan toch nog goed afgelopen de afgelopen jaren? Of, Ja, dat is ontzettend veel volk over de hei geweest. En ja. Je zou kunnen stellen dat die mensen soms wel eens geluk hebben gehad. Ja. Dit zijn de funderingen van de vroegere onderofficierskantine. De resten van het Duitse vliegveld worden met speciaal beveiligde apparatuur aangepakt. Er mag geen schop de grond in, laat staan een dragline, zonder dat er een militaire deskundige bij staat. We doen ons best om zo veel mogelijk te werken. En ook op alle gebieden, mensen zijn er speciaal voor opgeleid geweest. En u doet het door het hele land, hè? We doen het door het hele land, ja.
In opdracht van? In opdracht van de gemeente, waar het gevonden wordt. Onder toezicht over van de EOD. We doen niks zonder EOD. Die geven ons de aanwijzing wat we al precies doen moeten. Gewoon een gouden klusje hier in Venlo zeker, hè? Ja, het is een grote klus. De grootste die we ooit gehad hebben. Oh ja? Ja. Het is geweldig. Van 2,5 kilometer lange en 100 meter brede startbanen werd de toplaag verwijderd. Op het ogenblik is de aannemer bezig ook de derde baan te scalperen. Beton, stenen en asfalt worden vermorzeld en vermalen voor de bouwindustrie. De gemeente Venlo heeft bepaald dat op de plaats van het oude oorlogsvliegveld een vredig rust- en recreatiegebied zal worden aangelegd. Daarbij is gebleken dat de bodemstructuur ernstig verstoord is, omdat de Duitsers in der tijd landbouwgrond van elders hebben opgebracht om het vliegveld te camoufleren. Dat, gevoegd bij alle oorlogstuig in de grond, rechtvaardigt de vraag of hier ooit nog weer eens heide zal kunnen bloeien. Het type grond is daar geschikt voor. Want het is, ja, de oorspronkelijke grond komt er onderuit. Maar er zit helemaal is die geen... grond niet totaal verstikt onder dat asfalt? Nee, daar valt het mee. Van, ja, dus, ja, echt gele, grove zandgronden hier. Nou, die komt er gewoon weer onderuit. En dat is op zich een goede uitgangspositie om weer hei terug te krijgen. Hoe doet u dat dan? Nou, in feite zou je niks hoeven doen, maar dan zou je misschien 25 jaar moeten wachten voordat er een heigroei langzamerhand op gang kwam. En zolang willen jullie niet wachten? En zolang willen wij niet wachten, en ook omdat ja, zeg maar, de Venlose burgers daar niet zo lang op willen wachten. Mm-hmm. En daarom kiezen wij voor een soort op gang brengen van het heideherstel door daar een hele dunne laag heidegrond zeg maar, op te brengen. En dan wordt de methode toegepast dat het plaggen op de hei, die plaggen worden uitgezeefd, de grond die daar uitkomt, die wordt op die staanbaan geplakt. Waar ooit de Duitse oorlogsmachine daverde, schiet weer jonge aanplanten uit de grond. Maar vlakbij al die vredigheid heeft de EOD nog dagelijks handenvol werk. U ziet hier het resultaat van een dag en dan systematisch strook voor strook afzoeken. We zien hier een restant van een 250 ponder Amerikaan. Ja? En dan ziet u hier de achterkant. En dit is dus een restant van een bom. Nou, hier heeft de ontsteker in gezeten, die is helemaal uit elkaar geslagen. De scherf van een 500 ponder, scherf van een 1000 ponder, de koelmantel van een vliegtuigmitrailleur, van een boordwapen. Ja, en zo gaat het eigenlijk aan één stuk door. U heeft in de afgelopen uren geen complete bom of zo ontdekt of gelokaliseerd? Nee, u heeft pech gehad, wij misschien geluk, maar wij vinden bij regelmaat bommen. Alleen, wij hebben er nu geen gevonden, maar ik kan u enkele foto's laten zien wat er dus de afgelopen tijd aan bommen gevonden is. In het verleden heb ik hier zelf wel dus 3 bommen gevonden. U ziet hier een bom waar de ontsteker al uitgehaald is. Ja. Collega's die dus net de ontsteker verwijderd hebben. Ja. Kortom, een heel scala aan foto's van bommen die hier gevonden zijn. En u hebt ze ook op een lijst gezet, hè? Ja, dat wordt nauwkeurig. Erik, noem eens wat op. We zitten met een hoeveel... 1000 ponders. Moet ik even kijken. We zitten met 42.000 ponders. En dan verschillende soorten. En 41.500 ponders. En ja, ongeveer 48 doelmarkeerders. Allemaal spullen die u hier op dit oude vliegveld gevonden hebt? Dit hebben we hier allemaal op dit vliegveld gevonden. Het oude vliegveld Venlo, waar geen Messerschmitts meer in het zand zullen bijten, maar voortaan rust en vrede zullen heersen. Een militair vliegveld dat straks een stiltegebied wordt. Dit bord heeft, zoals u ziet, met water te maken. En dat gaat dan om de kwetsbare gebieden waar water gewonnen wordt voor de drinkwaterbedrijven. Daar gaat het in de uitzending van volgende week over. Hoe lang kunnen we nog drinkwater halen uit de vervuilde bodem?
Dat vraagt de waterleiding Friesland zich af, die dit jaar 100 jaar bestaat. Egidius Buys is 85 jaar en 70 jaar is hij al de vaste organist van de Sint-Jozefkapel in het Zuid-Hollandse Melisand. Een opmerkelijk jubileum, dat ziet u ook volgende week in Gewest. En tenslotte gaan we naar Brabant, waar het Zuidelijk Toneel zijn eerste seizoen beleeft. En dan nu nog de laatste twee minuten van deze uitzending. Daarvoor gaan we naar Utrecht, terug naar de vroege middeleeuwen op de fiets. Het ziet eruit als een fietsenstalling, maar eigenlijk is het geen fietsenstalling. Eigenlijk is het een paleis, een restant van een paleis uit de 11e eeuw, uit de tijd van de Salische keizers. En die keizer waren van het Heilige Roomse Rijk. Kijk, hier heb je een zuil en daar nog een zuil, verbonden door bogen. En die zuilengalerij liep helemaal door tot die kant. Hier was namelijk een hele grote zaal, die is twee gesplitst was door een zuilenstelling. Maar daarboven lag dan de audiëntiezaal en de zaal waar recht gesproken werd en wetten werden uitgevaardigd. Maar vindt u dit een belangrijk monument? Een heel belangrijk monument. Dit was een paleis gebouwd door de bisschop ten behoeve van de keizer. Daarvan zijn er in totaal twee bewaard gebleven. Deze restant en een restant in Paderborn, alleen een grondslag. En daar heeft men het paleis weer opgebouwd, zo belangrijk vond men het daar. En hier is het als opslag. Hier als opslagruimte. Dat is natuurlijk erg treurig. Het is natuurlijk toch een monument van Europees belang, zeker wetenschappelijk. En het zou natuurlijk toegankelijk moeten zijn voor belangstellenden, voor toeristen. Ik bedoel, een dergelijk paleis, een dergelijk restant van een belangrijk stuk historische gebouwen van Nederland, die moeten beschikbaar zijn voor de bevolking. De mensen moeten het kunnen zien, moeten een stuk van deze belangrijke keizerlijke geschiedenis, die zeer zeldzaam is in Nederland, er is zo weinig bewaard gebleven van de invloed van de keizers op Nederland in de vroege middeleeuwen. Dat moet eigenlijk beschikbaar zijn. Ik vind het een treurige situatie als het nu gebruikt wordt.